Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant. Als je een beetje tuin tot je beschikking hebt, dan is het natuurlijk een optie om een gezellige fruitboom te plaatsen. Want als je zelf een appel- of perenboom hebt staan, dan pluk je daar in het seizoen natuurlijk de vruchten van. Maar dat gebeurt niet altijd. En dan komt Rozemarijn van der Wiel om de hoek kijken. Ik ben Rozemarijn. Wat ik doe is het initiatief Vergeten Fruit. Waarbij ik dus appels, peren, pruimen pluk bij mensen achter in een tuin die het weinig tot niet gebruiken. Het idee erachter is eigenlijk dat ik een goede bestemming wil geven. Ja, die goede bestemming zit hem enerzijds in bijvoorbeeld de voedselbank of een wijkrestaurant initiatief. Of anderzijds zeg maar, breng ik het bijvoorbeeld of verwerk ik het tot andere producten waar mensen dan dit af kunnen nemen van mij en ook op die manier eigenlijk het een goede bestemming krijgen. Ik maak van alles en nog wat, ook wel afhankelijk van wat er dus van de boom afkomt. Dus als ik echt moesappels heb, maak je natuurlijk appelmoes. Appels en peren sappen. Ik heb ook veel druiven. Ook daar, die verwerk ik samen met sap. Maar wat ik ook veel doe met het fruit is het fruit drogen. Dat gedroogde fruit gebruik ik dan weer voor granola's, voor in de yoghurt. Het is namelijk ook zo dat er veel mensen zijn die noten over hebben in hun tuin. Dus met die noten en dat gedroogde fruit maak ik dus de granola's. Daarnaast sta ik ook wel op markt en evenementen waar ik ook gewoon lekkers maak. Dus mensen kunnen lekker genieten van een cakeje of een taartje, zeg maar, waar ik de vruchten in verwerk. Ja, en als er bijvoorbeeld aanvragen zijn van mensen die zeggen van hey, ik wil iets lekkers bij de koffie of we hebben een vergadering of we hebben dan een evenement of we hebben iets te doen, vind je het leuk om dan iets lekkers te maken voor ons? En op die manier laat ik het ook weer terugkomen, zeg maar, de vruchten. Je zou denken dat mensen met fruitbomen in de tijd van het oogstseizoen staan te springen om hun fruit te plukken. Maar dat is dus lang niet altijd het geval. Toen ik begon vroeg ik me dat ook heel erg af, waarom mensen niks weinig tot niks met het fruit deden. Door daar vaker over te malen, dat ergens te zien en dan weer te denken van hé, waar zou dat naartoe kunnen, heb ik op een gegeven moment toch al die stukken als het ware bij elkaar gepakt en gedacht van oké, nu moet ik hier iets mee gaan doen en aan de slag. En wat ik nu merk, naarmate ik dus vaker ook bij deze mensen langskom, merk je dat er mensen zeggen die oh, maar het stond er al toen ik er kwam wonen en eigenlijk doen we er niet veel mee, behalve dat het mooi is om te zien wanneer de bloesem komt en dat is een voorbeeld. Maar je hebt ook mensen die zeggen van ja, ik doe er wel wat mee, maar ik heb er één keer bijvoorbeeld moes van gemaakt en er hangen nog zoveel appels, dus daarna weet ik ook niet meer wat ik ermee moet doen. Of dat ze zeggen van ik heb het uitgedeeld, maar hè, weet je, de buren die kunnen ook geen pruimen meer zien, wij ook niet meer, dus wat moeten we dan nog meer? Dus ik zie het vooral denk ik in tijd of ruimtegebrek en misschien ook niet precies weten wat ze er nou nog meer mee kunnen doen. En dan toch afhankelijk van de oogst, dus soms dan is het heel veel en soms is het heel weinig en dat merk ik nu zelf ook. Straks horen we van Rozemarijn hoe ze heeft ontdekt hoe waardevol het fruit is dat we in onze eigen achtertuinen kunnen vinden. Maar eerst gaan we naar de stadstuinderij in de Piershaven, waar nog meer lokale producten te vinden zijn. Elk jaar organiseert stadstuinderij Piershaven een speciale marktproeverij. Lokale producenten en natuurlijk de stadstuinderij zelf zijn op de markt aanwezig om hun streekproducten aan het publiek te presenteren. Want de supermarkt is niet de enige plaats waar je je dagelijkse boodschappen kunt halen. Ja, zomersmaak past echt in deze tijd. En wat we hier proberen te doen is de gasten in contact brengen met alle streekproducenten. Waarvan we ook producten verkopen in de winkel. Dat mensen echt weten waar hun producten vandaan komen en wie erachter staat. En het werkt verbindend, het is lekker, gezond en gezellig. En de stadstuin is de ideale plek daarvoor. In samenwerking met 013 Food en allerlei lokale producenten die hier leveren, hebben we dat vorig jaar gerealiseerd. Niet alleen staat goed en lokaal eten centraal. Ook het sociale aspect is bij zomersmaak erg belangrijk. Zo laat Broodje Aap Linkensoep je kennis maken met verschillende keukens van over de hele wereld. Wij zijn een interculturele lunch- en cateringservice. Wij maken heerlijke interculturele gerechten met nieuwkomers in Tilburg.
Dat zijn mensen die hun eigen talenten meenemen naar Tilburg en hier kunnen laten proeven van hun gerechten en van hun verhalen. De zomersmaak is voor ons een geweldige gelegenheid om te laten zien wie wij zijn en hoe het smaakt. Het is heel erg leuk om met andere organisaties die een groot hart hebben voor lokaal en circulair leven, om bij elkaar te komen. We zien het enorm groeien. Vorig jaar was het echt een succes. We hadden elke editie 200-300 bezoekers. En alle streekboeren die hier staan waren echt uitverkocht. Dus er werd enorm veel. Mensen kwamen expres gewoon echt shoppen. Gewoon echt boodschappen doen. Zelfs mensen uit Dongen en omgeving. En anderen kwamen ook echt op voor de gezelligheid. Dus het kopen en het nuttigen en mee naar huis nemen. Ja, het is echt populair. Ik denk dat het steeds meer in trek komt. Veel kleine lokale boeren die ook leveren aan restaurants. Wij hebben hier in de winkel waar we onze producten van de stadstuin verkopen, verkopen we ook lokale producten. En we merken echt sinds de corona dat er steeds meer bezoekers komen en dat er steeds meer gekocht wordt. Mensen zijn steeds bewuster van wat ze eten. En de zelfgekweekte groenten spelen daarbij een belangrijke rol. Zo zijn de tomaten een paradepaardje uit deze tuin. We telen dit jaar slechts 12 verschillende rassen die geselecteerd zijn op smaak. En ik ben ervan overtuigd dat als je deze tomaten geproefd hebt, dat je ze van de supermarkt niet meer wil. Bij teeltcoördinator Theo Sanders staat gezond en lekker eten voorop. En dat gaat hand in hand met de manier waarop het wordt gekweekt. Dat houdt voor ons in dat wij biologisch telen, dus zonder chemische middelen, zonder bestrijdingsmiddelen. Gebruik alleen organische meststoffen, we wisselen elk jaar de teelt. En ik vind het heel belangrijk om een diversiteit op de tuin te hebben met wat aparte groenten en vooral gezond. Wij proberen zo min mogelijk weg te gooien. We hebben op de tuin ook, we hebben kippen en we hebben varkens. We hebben altijd ook restproducten van afgeplukte koolbladeren en dergelijke. Dat gaat altijd naar de dieren. Hebben we tomaten overschotten, dan gaan we ze invriezen. Dus we gooien in principe niets weg. En de andere tuin overschotten, daar maken we onze eigen compost van. Nou, dat is alleen al uit milieutechnisch idee is het ontzettend belangrijk. En het is bepalend voor gezondheid. Het is belangrijk dat kinderen er ook iets van meekrijgen. Dus het totale plaatje is belangrijk. En dat geldt niet alleen voor Theo. Iedere producent die op zomersmaak aanwezig is, vindt gezond, lokaal eten erg belangrijk. Zo ook boerderij Het Schop in Hilvarenbeek. Open zijn over de manier waarop ze produceren, vinden ze daar erg belangrijk. Alles wat we doen is gewoon transparant. We hebben echt een hele kringloop, dus de kalfjes worden bij ons grootgebracht. Die grazen op onze eigen gronden of die grazen grotendeels van het jaar ook op natuurgronden. We hebben meer dan 100 hectare natuur hier in de omgeving van Hilvarenbeek en Tilburg, die wij onderhouden met onze runderen. Bij de stadstuin bij Piershaven, daar verkopen we ook ons vlees. Dus mensen willen niet meer een vlees in anonimiteit kopen. Nee, ze willen gewoon vlees weten waar het vandaan komt. En je merkt gewoon dat biologisch wat dat betreft ook wel echt wel een voortrekker is ten opzichte van het andere vlees. Het is dit jaar de laatste keer dat zomersmaak in deze vorm wordt gehouden. De stadstuinderij moet vanwege de bouwplannen rondom de Piershaven de huidige stek verlaten. Maar gelukkig is er een alternatief. Ja, de nieuwe locatie is al lang gevonden. Dat is aan de Stadsakker, aan de Reeshofdijk. En daar gaan we onze toekomst inrichten. Wat we daar het liefst willen zien is echt een hele mooie tuin. Met ook wat we hier hebben, maar dan nog een slagje groter. Met daarbij een ecologische zone, water. Diverse pepers, wellicht verschillende soorten komkommers, wat aparte groenten. We zijn aan het experimenteren met Oosterse groenten, met taierblad, met kousenband, met citroengras. En daar willen we ook meer in kunnen. Maar ook hele mooie plekjes om te zitten. En een paviljoen, een multifunctioneel paviljoen met daghoreca, vergaderruimte, educatieruimte. Zodat mensen niet alleen maar even langskomen om groenten te plukken of om te kopen, maar ook verblijven en elkaar ontmoeten en begroeten en daar van alles ondernemen. Dat we daar net zo mooie producten kunnen telen als hier. En dat we daar met net zoveel mensen veel plezier aan kunnen beleven. Dat is eigenlijk wel mijn droom. We zijn weer terug bij Rozemarijn en haar initiatief Vergeten Fruit. Rozemarijn plukt de fruitbomen leeg van mensen die daar zelf geen tijd voor hebben of er niets mee doen.
En dat terwijl het fruit uit eigen tuin heel waardevol kan zijn. Ik denk dat het belangrijk is en dat vind ik om meerdere redenen. Enerzijds vind ik dat we, en ik zelf ook, bewust moeten zijn of moeten worden van het feit dat er eigenlijk heel veel vruchten zo in onze achtertuin groeit. Dus we hebben het over gezond voedsel wat dichtbij is, maar dat dus niet wordt gebruikt. Ook heb ik het over bewustwording van waar komt het nou vandaan? Wat is de oogstperiode? Weten we wel wat voor soorten? Want ik ben zelf ook niet bekend met alle soorten, wanneer iets groeit, hoe het groeit. En juist door dit te gaan doen ben ik me daar veel meer van bewust geworden. En dat maakt dus ook dat je veel dichter bij de natuur komt te staan. En dat vind ik ontzettend belangrijk. En wat ik ook heel erg belangrijk vind is, kijk, ik doe dit. Dit is natuurlijk het idee dat ik voor heb geleerd, waar ik mee aan de slag ben gegaan. Maar wat ik juist belangrijk vind is om dat met meer mensen te doen en samen te doen. Want ook dat vind ik belangrijk en daar zie ik veel kansen in. Als het gaat om positieve gezondheid, waarin je bezig bent met de natuur. Je bent samen bezig, je stimuleert ontmoeting. Je bent gewoon lekker een dagje weg en je kan ook even je hoofd leegmaken. En, in die verschillende opzichten zie ik eigenlijk juist heel veel belangrijke dingen waarvan ik denk van wat mij betreft is dit ontzettend belangrijk om te doen en om samen te doen en samen te gaan plukken en verwerken. Dus ik heb ook plukkers mee, zeg maar, die juist dan ook zeggen van wat leuk als ik een keer kan helpen en als het lukt of als ik mee kan denken, dan bied ik me aan. Ook vaak als ik juist op evenementen of marktjes sta, juist is het leuk om dan met mensen in gesprek te gaan die het of juist niet weten of juist al hebben gezegd van ik heb iets van je gehoord, wat leuk, mooi om daar wat mee te gaan doen. En juist door wat ik wel fijn en mooi vind, dus juist door die media-aandacht hoop ik ook wel meerdere mensen daardoor ook weer mee te kunnen inspireren en hopelijk enerzijds mij te kunnen helpen, maar misschien anderzijds ook wel juist zelf daarmee aan de slag te gaan of te zien van hey jongens, er is nog zoveel bij ons gewoon in de buurt, in de achtertuin, wat voor onze gezondheid heel veel kan doen. Dus mensen kunnen nog steeds zeker graag bij mij terecht. Wel is het zo dat ik omgeving Tilburg, Haren die kant op en Baarle-Nassau, zo noem ik het altijd een beetje, zeg maar de plekken waar ik in de buurt zeg maar pluk. Die mogen zeker zich melden. Stel dat het, het is echt ver weg en mensen zeggen van ik rijd er voorop en neer, dat vind ik geweldig. Maar ik zeg wel, ik heb nog niet de ruimte om zover het hele land door te crossen. Mensen kunnen zeker bij mij terecht. En zowel voor de fruitbomen als voor het verwerken ben ik eigenlijk hartstikke blij met alle handjes en hulp die ik daarbij kan gebruiken. Zeker. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant.